Slupset hier. En vandaag een nieuwe review over deze Tracer 700 GT. Voor de mensen die mijn kanaal vaker kijken, ik maak vaker reviews. Wordt deze review net even een klein tikje anders. Dat komt eigenlijk omdat ik voor deze review een serie heb gemaakt. Slupset op zoek naar een woonwerkmotor. Daar heb ik een hele lading woonwerkmotoren getest. En heb ik uiteindelijk gekozen voor de V-Strom 6650. Dit is altijd een motor geweest die ik graag heb willen testen, maar ja, niet in de goede prijsklasse kunnen vinden. Dus ja, niet in die serie heb kunnen testen. En nu vraag ik me dus eigenlijk wel af, heb ik met mijn V-Strom wel een goede keuze gemaakt? Vandaar dat ik een berichtje heb gedaan naar Yamaha Nederland, gevraagd, joh, zou ik hem nog een keertje mogen lenen? En ja, toch even bevestigen, is mijn V-Strom de goede keuze geweest, ja of nee? Ja, ik wilde deze motor heel graag rijden, ik wilde hem heel graag testen, ik wilde hem heel graag hebben als woonwerkmotor, maar gewoon geen geschikte prijs kunnen vinden binnen mijn prijsklasse. Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn geweest qua waarde van deze dingen, maar gewoon op dat moment niet in de aanbieding. Dus vandaar dat ik Yamaha Nederland even lief heb aangekeken van joh, mag ik deze misschien nog een keertje rijden. De houding van de Tracer 700 is compact, het stuur staat redelijk dicht op je, niet verkrampt, niet te krap. Het stuur is redelijk smal. Je zit is redelijk ver naar voren toe. Je tank is redelijk smal. En je benen zitten in een hoek. Geen extreme hoek, maar wel in een wat sportievere hoek. Dus al met al zou je kunnen zeggen dat het toch wel een semi-sportieve houding is. En dan de houding van de V-Strom 650. Je zit best ver van je stuur af. De tank is best wel lang. Het stuur is redelijk breed, niet super breed. En je stepjes zitten eigenlijk recht onder je. Je hebt een heel lang zadel, dus je kan verder naar voren gaan zitten, dat ik vaak al zit. Of je kan heel ver naar achter gaan zitten, dan wordt hij wat breder en wat vlakker. Dan zit je wat chiller. Maar ik vind juist de sportievere houding vind ik lekkerder, dus iets verder naar voren toe. Verder zit je heel rechtop en benen in een relaxte hoek. Eigenlijk makkelijk om lang vol te houden. Nou ja, je hebt eigenlijk ten alle tijde power genoeg om weg te komen uit benarde situaties. Ik denk dat hij wel dik over de 200 kan. Dat kan ik alleen niet echt testen hier in Nederland. Zonder het te veel te hebben over de Tracer 700 GT, wil ik het toch even hebben over de ruit die bij de Tracer 700 GT komt. Die hebben me toch wel blij verrast. Het is een grote ruit, het is niet de mooiste ruit en ik vind hem echt wel een beetje afdoen aan de lijnen van de motor. Maar het is tegelijkertijd zo nu voor hier op de snelweg wel echt een lekkere ruit. Hij geleidt de wind heel lekker door langs, waardoor je echt weinig windruis op je helm hebt. Maar tegelijkertijd heb je ook geen last van turbulentie en dat kom ik niet heel vaak tegen. Nou ja, en verder, hè, wat heb je nodig op de snelweg? Dat je goed comfortabel zit en dat je een beetje uit de elementen zit. Nou, dat beetje uit de elementen zitten hebben we het al over gehad, dat is op zich aardig. Je zit heerlijk. Zeer geschikte machine om echt lange afstanden mee te kunnen rijden. Ik zou hem zo naar Zuid-Frankrijk rijden, echt geen probleem. Zo, en dat is de V-Strom op de snelweg. Ja, eigenlijk valt er niet zo heel veel over te vertellen, want hij zit lekker ruim. De kuipruimte is goed tot 130. Houdt de turbulentie in de wind aardig van je helm af. Na 140, 150, dan begin je wat te voelen. Maar ja, dat rijdt toch niet zo heel erg veel. Toerental is wel fijn. Geen trillingen of iets dergelijks. Lekker grote handkappen. Dus mijn handen zitten uit de wind. En die spiegels die zijn knijter lelijk. Maar op de snelweg ook wel weer heel erg handig met baantjes wisselen en zo. Want ik zie alles. Dus dat, ja, het heeft ook toch. Ik ben blij dat ze in ieder geval, naast dat ze lelijk zijn, dat ze het in ieder geval wel goed doen. Anders zou het helemaal jammer zijn. Dus nee, prima snelweg mijn motortje wat dat betreft. Nou, dan is de Tracer in de file.
is eigenlijk een eigenlijk gewoon een lekkere motor om het mee te doen. Hij is licht. Hij is relatief smal. Dit is zo een beetje rekening met elkaar. Maar juist omdat hij zo licht is en zo makkelijk gas geeft, makkelijk remt en gewoon goed onder controle te houden, lekker sportieve houding, redelijk smal stuurtje. Is het eigenlijk een prima motor om lekker mee tussen de files te gaan. Ja, en dan dus filteren met de V-strom. Hier merk je wel dat de Tracer 700 een klein stukje lichter is. En dat hij net iets smaller is. Maar op zich heb je daar niet zo heel veel last van, want bij de V-strom heb ik het idee dat het stuur weer ietsjes hoger is, waardoor het dus net iets makkelijker over spiegels heen komt. Maar met die grote handkappen die ik erop heb zitten en ja, hij is toch net even ietsjes breder, heb je iets meer beperking. Maar al met al verschillen ze niet superveel. Waar je het meest in merkt, en dat ga ik hier niet echt tegenkomen, is als je echt langzame verrichtingen aan het doen bent. Dus je wil, en je hebt me wel gezien vriend, ik weet niet waarom je zoveel in je hand zit te ruiken. Hey. Waar je echt mee merkt is het kleine, korte werk. Kijk, helemaal hoe je dit. Ik doe gewoon zijn spiegels dicht en het is een, ook een motorrijder. Harley logotjes erop. Maar in ieder geval, je merkt het vooral in het korte werk waarbij je dus om auto's heen moet en er tussendoor. Dus als ik nu zou maar zeggen nog een baan rechts zou zijn, dat je even snel zo naar rechts gaat en dan naar links gaat en het omgooien. En daarin merk je het grote verschil dat de Tracer een stuk lichter is dan de V-strom. Gewoon die kantelpunten langzaam van links naar rechts. Dat doet deze wat langzamer en heeft iets meer overtuiging nodig. Die Tracer doet met iets meer souplesse. De Tracer van 80 naar 130 is een 6. Nog wel wat koppel, maar was niet overtuigend. Het duurde even voordat hij echt op gang kwam. Je merkt dat als je na 130, dan kom je weer in zijn koppelgebied en dan wil hij zeker weten gaan. En dan nu 80 naar 130 in zijn 6 met de V-strom 650. Ik denk dat deze te lang erover deed, maar ik weet niet zeker dat dat met de beelden zijn. Nou, en dat is een van de leukere gedeeltes van deze test. Dat is hoe is de Tracer sportief? Mooi 18 graden, droog weer dus. Ja, het eerste waar hij gewoon echt in uitblinkt is zijn, maar in ieder geval wat mij het meest opvalt, is het gevoel met de weg. Dat is, je merkt wat dat er gaat, echt dat je op een kleine naked zit. De manier hoe hij zich door die versnellingen heen laat tikken, heerlijk. Je merkt echt dat hij met recht de naam Sport Tour heeft, want het is echt een heel sportieve tourfiets. Hij is expres licht gehouden, hij heeft expres die korte wielbasis, hij heeft expres 17 inch wielen. Allemaal gewoon omdat het een sportief dingetje is. Een sportieve naked bike die gemaakt is om net even extra kilometers te draaien. Gewoon lekker en comfortabel naar Zuid-Frankrijk te kunnen gaan en dan daar de mooiste wegen te kunnen pakken. Je levert wat dat er gaat echt heel weinig in. En ja, dit is waar deze Tracer 700 echt in blinkt. Het is zo lekker om hier op sportief te rijden en hij heeft zoveel vertrouwen als je dat doet. Ja, dit is waarvoor die ontworpen is.
Nou ja, dan dus ook het leuke stukje met de V-Strom 650. Oftewel sportief rijden. En hierbij merk je dat... Ik ken deze motor natuurlijk veel beter, dus dat scheelt. Ik heb veel meer vertrouwen erin en ik ken zijn banden. Dus dan gaat Salker misschien wel iets harder mee om kunnen gaan. Maar zeker als je dit soort bochten hebt, het is er echt werken om hem van de ene kant naar de andere kant te gooien. Als hij eenmaal die bocht om is, dan gaat hij als een trein. Dan ligt hij echt als een trein op de weg. En kan je er ook best wel heel erg plat mee. Natuurlijk ook die banden, die ken ik al heel lang. Heb ik dit al heel vaak meegedaan, maar dan merk je toch van ja... Hij kan het wel. En hij ligt als een trein of een vrachtwagen op de weg. Die ligt super strak. En het voelt ook wel leuk, want je bent een beetje sportief aan het rijden. Maar als je het dan vergelijkt met het gevoel van de Tracer 700, dan merk je dat de Tracer is veel meer in zijn elementen bezig. Elke doorschakel gaat soepeler en sneller en de versnellingen zijn korter en meer power. Nou, bij deze is het toch wat meer aan het gas hangen, wat meer werken, wat harder knijpen om die snelheid eruit te krijgen. Maar alsnog wel heel veel lol, dat mag. En dat geeft er wel vertrouwen voor hoor, het is alleen, ja, het kost wat meer kracht. Maar voor de rest, ja, hij kan het wel, hij doet het wel lekker. De Tracer 700 maakt als je erop zit nog best een redelijk geluid, maar... Voor de rest is het ook niet zo goed. En het geluid van de V-Strom. Wat is het? Ik denk op zich niet verkeerd hoor, als je me een beetje in de toer jankt. Maar het is niet een dikke Akrapovic of zo. De Tracer heeft dit niet. Oeps. Naast dat de Tracer een lekker smalle tank heeft, heeft hij ook nog eens anti-slip pads hier zitten. En dat is ideaal voor als je in een spijkerbroek rijdt, zoals ik dat doe. Dan heb je echt al het heerlijke grip met je benen. Dus deze Tracer 700 GT is in vergelijking met mijn V-Strom 650 een stuk sportiever. Hij voelt lichter, hij stuurt makkelijker, hij geeft meer gevoel met de weg. Hij verrast je meer. De V-Strom is wat saaier, om het zo maar te zeggen. Deze, ja, weet je, ik had pas nog een clippie vlak voor dezelfde dag als dit. Dat ik de file inrijd, ik even iets te veel gas geef, omdat ik niet door heb dat ik in zijn één zit. En hij springt op zijn achterwiel. Klootzak. Oh, dat ding, jongen. Dat is echt een groot verschil met de V-Strom. Hij kan je verrassen op zo'n manier. Ja, je merkt echt dat je op een kleine naked bike zit. Met wat kuipwerk. Ik vind dat je, als je dan kijkt naar de Tracer, naar de V-Strom 650, is dat de V-Strom is veel meer... eigenlijk V-Strom 650 vind ik veel meer afgekeken van de V-Strom 1000. Wat natuurlijk gewoon een grote adventure tour motor is. En de Tracer 700 is natuurlijk veel meer afgekeken vanaf de MT-07. En dat is een wezenlijk verschil. Vandaar dat ik vind daarom de V-Strom volwassener. En ja, het gevoel dat het wat degelijker is op een of andere manier. Direct opvalt, V-Strom is echt een stuk zwaarder. Het is een stuk logger. Alles voelt zwaarder, alle controls voelen zwaarder. Ja, er is veel minder gevoel met de voorkant, veel minder direct. De rem is veel minder goed. Het is echt, natuurlijk remt hij wel goed, maar je moet echt even knijpen. De eerste stuk hier, dat doet bijna niks. En bij de V-Strom is het meteen, bij de Tracer meteen
voelt hem bijten, voelt hem meteen vastpakken. Dat heeft deze rem helemaal niet, totaal geen gevoel meer. Achterrem is beperkt gevoel. Lijkt wel een beetje alsof je op een tegel aan het trappen bent. Ook aan hard duwen om hem afgeremd te krijgen. Power is een stuk minder. Voel je echt meteen. Hij wil wel als hij de toeren gaat, maar die andere begint echt veel eerder, Tracer. Maar koppel hebben ze allebei wel. Trekt allebei wel op. Dus ja, dat is eigenlijk mijn conclusie wel. Ik vind, ja, het is echt een hele goede motor. Op vele vlakken zeker beter dan de V-Strom. Op sommige vlakken ook wat minder. Maar die vind ik belangrijk dan de andere vlakken. Dus ja, ik hoop dat jullie wat aan deze vergelijking / review van deze V-Strom 650, V-Strom van deze Tracer hebben gehad. Als jullie hem leuk vonden, klik dan even op die like-knop. Als jullie vragen hebben, zet ze dan in de comments. En wil je niks meer missen, abonneer dan. En ik ga eindigen met wat